In de vorige update video had ik bijna alles kunnen vertellen over de nieuwe update. En jullie horen het al goed, bijna alles. Want het belangrijkste kon ik nog niet laten zien. En dat is natuurlijk de nieuwe klokker Lola. En daar kan ik vandaag wel mee gaan spelen. We gaan vandaag testen hoe de super werkt, hoe die kloon werkt. Want Lola heeft dus een kloon die precies doet wat Lola zelf ook doet. Ik ben er heel erg benieuwd naar, maar ja, daar gaan we natuurlijk achter komen. Ik mag ook de Brawl Pass laten zien. De skins die in de Brawl Pass zijn, de rewards die je kan krijgen in de Brawl Pass. En de skin die je kan krijgen van Lola, die kan je dus ook vrij spelen in de Brawl Pass. We gaan het allemaal erover hebben in deze video. Het gaat heel nice worden en als jullie er ook zin in hebben, doe dan een duimpje omhoog, zouden we 2 of 3000 likes kunnen halen, dat zou super tof zijn. En abonneer natuurlijk, blijf op de hoogte van al mijn leuke Brawl Stars video's en ben jij als eerste op de hoogte als er een nieuwe update online komt. En dan mocht je natuurlijk de Brawl Pass kopen binnenkort, vergeet dan natuurlijk niet de code BOWS te gebruiken bij het doen van de aankoop. Wordt gewaardeerd en support je mij een klein beetje mee. Maar als je de Brawl Pass koopt, de eerste skin die je krijgt is B800 Bull. Die is wel echt enorm bruut. Het is natuurlijk gewoon Bull. Aan deze kant is het gewoon Bull. Maar als je deze kant kijkt, is het gewoon een robot. Echt super vet. Ik vind hem echt heel nice. We gaan hem even testen en we gaan even kijken hoe deze Bull skin eruit ziet. Ook op het moment dat je gaat spelen. Deze krijg je dus meteen als je de Brawl Pass koopt. De schoten zijn redelijk hetzelfde volgens mij. Misschien net wat anders qua kleurtje. En de super, die is wel net wat anders. Het ziet er in ieder geval vet uit. Vette skin. Gewoon vrouw die eruit ziet. De schoten en super zijn niet heel speciaal. Maar het ziet er gewoon super vet uit als skin. Vervolgens heb je natuurlijk allemaal megadozen. Grote dozen. Knokdozen. Edelstenen. Coins van die punten. Gewoon een reactiepakket. Het is eigenlijk een beetje de Brawl Pass. Wat jullie natuurlijk gewend zijn. Bij Tier 30 kan je natuurlijk Lola vrij spelen. Als je de Brawl Pass niet koopt, kan je vanaf Tier 30 kan je Lola krijgen uit dozen. Als je de Brawl Pass wel koopt, kan je Lola meteen krijgen op het moment dat je bij Tier 30 bent. Dan kan je gewoon Lola meteen claimen. Dus dat is nice. En dan kan je natuurlijk allemaal pins krijgen van Lola. De megadozen, grote dozen. Die blijven maar doorgaan. En dan aan het eind van de Brawl Pass kan je Chloe vrij spelen. Dat is dus de skin van Lola. Chloe en Lola. Nee, ziet er leuk uit. Net wat origineler dan de gewone skin. Met een soort van robotvos of zo. Met een raket erin. Dus dat is wel nice. We gaan, oh ja, weet je wat? Ik ga deze meteen eventjes laten zien aan jullie. Of we kunnen er ook wel gewoon mee spelen. Dat is misschien beter. Want anders ga ik nu al testen wat Lola precies kan en doet. Terwijl dat ik dan nog eerst wil eigenlijk onderzoeken. En even kijken wat de gadgets en sterrenkrachten zijn. En dat is wat we nu gaan doen. We gaan even kijken naar de gadgets en sterrenkrachten. Daarna zien we zo meteen wel de skin. Doen we een potje met de gewone en met de skin Lola en Chloe. Maar Lola stopt met de gadget. Stopt om te poseren. Oh, de echo stopt om te poseren. Dus dat is de kloon. Hierdoor krijgt ze 4 seconden lang een schild. Dat oplopende schade met 75% verminderd. Dus de kloon blijft al stilstaan en die krijgt dan een schild. Oké, okay, moeten we zo meteen even uit gaan proberen. Dan gaan we even de sterkrachten bij langs. Wanneer Lola nog 1 stuk munitie over heeft, richt ze 30% extra schade toe. Dus als jij bijna geen ammo meer hebt, maar je kan nog een laatste schot doen, doe je extra damage. Dus dat is nice. En alles voor de fans, bondgenoten die projectielen krijgen van Lola's echo, oftewel kloon, krijgen 100% gezond. Oh nee, 100 gezondheid terug per schot waardoor ze worden geraakt. Oké, okay, dat is op zich ook wel nice. Dus je kan Lola kan je dan ook gebruiken als supportknokker. Dus dat is op zich ook wel goed om te weten. Maar laten we nu maar eerst even een potje gaan spelen zonder skin. En daarna gaan we een potje spelen met skin even in showdown. Dan doen we het eerste potje met Lola met 30% extra schade. Die sterkracht gaan we doen. Maar ik kan nu nog helaas niet online spelen. Dat kan niet echt op dit account. Dus nou, dan gaan we gewoon even een potje spelen tegen bots. Maar dan hebben we al meteen wel een idee hoe Lola ongeveer speelt. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk even mijn super krijgen. We doen nu dus trouwens extra damage. We deden nu 509 damage. Moeten we zo meteen even gaan opletten. Even kijken hoeveel damage doe ik nu per hit. Nu 431. En dan moet ik eigenlijk even kijken. Kijk, nu zie je een geel shot. Dan doe ik 559. En stel ik wacht even met mijn ammo. En ik doe nu een hit. En dan doe ik 431. Oké, okay, dat scheelt dus best wel veel. Je doet echt vet veel meer damage op het moment dat je een laatste shot hebt. Dus dat is op zich denk ik best wel een goede sterrenkracht om mee te gaan spelen. Daardoor wordt Lola, dan moet ik natuurlijk zeggen, Chloe heet de skin. Wordt Chloe of Lola wel een stuk beter van. Maar laten we nu de kloon even gaan inzetten. Dit is wel echt enorm bruut. Ik ben benieuwd of die kloon nu ook echt evenveel damage doet. Volgens mij wel. Wow, je bent echt niet normaal sterk. Je bent eigenlijk gewoon 2 knokkers tegelijk.
Terwijl dat je eigenlijk één knokker bent of zo. Alleen is dit wel... Nou, ik heb nu al gewonnen. Op het moment dat je kloon achter muurtjes zit, dan helpt hij niet natuurlijk, hè. Dus ik denk dat je je kloon eigenlijk op jezelf moet gooien. Dat hij precies op dezelfde plek loopt als waar jij ook loopt. Ik denk dat dat wel gaat helpen. Maar laten we nu maar even de skin gaan kijken. Even hoe die eruit ziet. Chloa! Gaan we even spelen met Chloa. Trouwens, de skin van Lola Chloa vind ik wel nice. Maar het is nou niet dat ik denk, oh, deze skin is ultra ziek of zo. Ja, het is gewoon een skin die je gewoon krijgt aan het eind van de Brawl Pass. Gewoon prima, maar niet de vetste skin of zo. Hier even oppassen. En zal ik deze even openen? En kunnen we die misschien, die Colt, killen? Ah! Ja, oké. Okay. Dat scheelde helemaal niks. Ga ik nog gewoon bijna weer dood door een bot. Oké, hier moet ergens die Ashrow lopen. Ja, top. Dan heb ik nu mijn super. Dan zet ik mijn super precies... Oh, stel, ik zet hem gewoon in. Oh, dan gaat hij ook inderdaad precies op je. Wow, joh, dan heb je echt tegenstanders zo dood. Dat slaat helemaal nergens op. Dit is echt insane. Dit slaat helemaal nergens op hoe overpowered Lola is. Ik denk dat Lola echt ziek OP gaat worden. Ik probeer zo meteen even mijn gadget in te zetten. Maar dan moet ik eerst eigenlijk even een tegenstander vinden. Oh, ze zijn daar nu aan het vechten. En daar is hij nu dood. Zal ik mijn gadget even inzetten? Ik ga mijn gadget inzetten. En kan ik nu zeg maar... Ah, ja! Dat is ziek nice. Dus je gadget blijft dan... Of door je gadget blijft je super even stilstaan. En dan kan je gewoon ervoor zorgen dat je zeg maar iemand gaat killen. En trouwens, wat ik me nu ook bedenk... is dat je je super, zeg maar de kloon, over een muurtje heen kan gooien. En dan gewoon nog hits doen op een tegenstander. Dus je kan iemand... killen die voor je weg probeert te rennen. Dat is wel echt ziek tijd. Maar we gaan nu even een knokbal doen. En dan gaan we even 3 versus 3 game mode doen. Want dan kunnen we natuurlijk de andere sterrenkracht even goed gaan testen. Want hierdoor kunnen we bondgenoten levens erbij geven. Op het moment dat mijn kloon zeg maar iemand hit. Dus we gaan eventjes een potje doen. En knokbal, eens kijken hoe dit gaat. Maar ik ben echt heel enthousiast over de nieuwe knok. Ik denk dat Lola echt veel te overpowered gaat zijn in het begin. Kijk, soms heb je zo'n knokken waarvan je denkt... Nou, dit is hem net niet. Nou, dat is nu niet het geval. Ik denk echt dat dit veel te goed gaat worden, deze knokker. Ik doe nu dus geen extra damage. Maar Lola zelf doet eigenlijk al redelijk wat damage, hoor. Het is niet de knokker waarvan je denkt... Nou, die doet bijna geen damage. En helemaal op het moment dat je je kloon hebt... Dan is dat helemaal ziek. Ik zet gewoon even mijn kloon in. En stel, ik ga nu hits geven. Ja! Oh, dan geef ik mezelf ook nog AP erbij. Dus ik kan mezelf AP erbij geven. Maar ook mijn medespelers. En het chillen is dat de kogels gewoon door teamgenoten heen gaan. Dus je kan, zeg maar, je teamgenoten herstellen qua levens. Maar ondertussen kan je ook nog de tegenstanders aanvallen. Het wordt maar steeds beter. Het gaat ver weg de allerbeste knokker worden. Dat kan haast niet anders. Oké, nu moet ik even uitkijken. Ik zal mijn kloon even hier neerzetten zo. Maar dat was eigenlijk niet echt nodig. Ga ik hier nu kunnen scoren? Dat zou mooi zijn. Nee, oké, dat is dan wel weer jammer. Even oppassen. Ik ga mezelf HP geven. Kan dat ook? Dan moet ik... Oh, shit. Oké, ik heb nu niet mezelf HP gegeven. Ja, je kan jezelf dus ook healen. Op het moment dat je zelf damage doet. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. Want als je geen hits doet, dan krijg je ook HP erbij. Maar laten we deze bal maar even scoren. Appetee! En dan heeft Koningbouw gescoord. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Wat een knokker. Oké, moet hier even uitkijken trouwens. Nee, teamgenoten, wat doen jullie? No, dan ga ik ook nog dood door Tara. Eigenlijk zouden die bots nu wel moeten scoren. Maar mijn teamgenoten komen tot leven. Oh, dat scheelde helemaal niks. Hadden we bijna nog een tegengoal. Hadden we bijna een tegengoal. Maar dit gaat nog goed. Nee! En oh, we krijgen gewoon een tegengoal. Shit. Oké, ik ga nu eens die tactiek doen. Ik ga zo meteen mijn kloon achter een muurtje weggooien. En oké, ik zou dat nu kunnen... Kijk, dan wat mijn idee was, is dat je bijvoorbeeld de kloon hier gooit. En dat je dan via... Nou, stel die spike had nog aan die andere kant gestaan. Dan kan je gewoon zorgen dat die kloon, zeg maar, kills gaat maken. Net zoals nu. Ik kan nu met mijn kloon aanvallen. Die gaat nu dood. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Want ik blijf toch wel leven. Dat is zo nice. Oké, Dina is ook dood. Ik moet even uitkijken voor die spike. Ik wil eigenlijk dit potje nu wel eventjes gaan afmaken. Zet even mijn kloon in. En dan gaan we zo meteen in de aanval. Als ik volledig AP heb...
ga ik volop in de aanval. Boom! Check dan hoeveel damage je doet. Als je eenmaal je super bent, je bent echt niet normaal sterk. Oké, dit is even balen. Die had ik eigenlijk wel moeten scoren. Ik zal mijn kloon weer even inzetten. En zal ik gewoon mijn gadget aanzetten? Ja, dan gaan we mijn gadget aanzetten. Dan kunnen we hier. Stel, ik ben wel benieuwd. Op het moment dat je gadget inzet en er is een kloon in de buurt en je gaat auto aimen. Waar gaat die gadget dan in? We gaan het even testen en proberen. Gewoon even kijken hoe dat precies werkt. Kijk, dit wou ik eventjes weten. De kloon die staat er nu onder. En ik loop hierboven. Kijk, die robot links is het dichtst bij die kloon. Maar als je auto gaat aimen, gaat hij altijd naar de knokker die bij de gewone Lola dichtbij zit. Dus als ik hier ga staan, kijk, hij schiet dus ergens, die kloon die schiet gewoon heen waar Lola ook heen schiet. Dus het is niet zo dat je met de kloon ook kan richten. Dat zou wel ziek zijn geweest. Dat ik bijvoorbeeld nu zou schieten dat hij op die robot onder zou richten. Maar ik richt natuurlijk op die robot hierboven. Waardoor die kloon trouwens ook naar die onder schoot. Maar het is op zich wel een zieke knokker. Je kan zo snel zoveel damage doen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Heel erg nice. Heel erg nice. Oké, we doen nog één laatste potje solo. En daarin ga ik echt keihard tonen. Ik ga volop op de aanval. Ik probeer zo snel mogelijk mijn kloon te krijgen. Zo snel mogelijk vet van krachtpunten. En dan zet ik mijn kloon gewoon binnen in mij. Dat is wel echt heel nice. Want dan kan je echt zoveel damage doen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar we moeten natuurlijk die eerst wel krijgen. Shelly, zorg even dat ik mijn super ga krijgen. Ik heb mijn super nog niet. Maar we hebben in ieder geval een kill. Ik laat die in het midden gewoon liggen. Ja, dankjewel. Oké, nu kunnen we dus volop gaan aanvallen. Check hoeveel damage je doet. Dat slaat helemaal nergens op. Kom dan Pep. Ik maak je kapot, ik maak je kapot, ik maak je kapot. Oh, dit slaat helemaal nergens op. Hoeveel belachelijk veel damage je doet. Check dan, zo'n kist, je hebt hem gewoon in één keer. Oké, nu gaan we voor die Daryl. Oh, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Oké, mijn kloon die doet dus wel minder damage dan wat ik zelf doe. Dat komt omdat mijn kloon, die had ik ingezet bij veel minder krachtpunten. Maar als ik nu een nieuwe kloon inzet, heeft hij gewoon 6000 levens. En doet hij gewoon evenveel damage als wat ik doe. En dan kunnen we nu aanvallen. Ah, dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Of deed die kloon nou de helft damage? Daar heb ik niet goed op gelet. Maar helemaal insane. Nee, oh nee, die kloon die doet niet die extra damage. Die 30% damage die je met Lola zelf hebt bij het laatste shot, dat doet die kloon niet. Dus dat is het enige verschil. Maar die kloon doet wel evenveel damage, zeg maar, als je gewoon is. Dus echt zieke knokker. Ik kan er echt niet op wachten. Laat weten in de comments wat jullie denken over de nieuwe knokker Lola. Maar ik denk echt dat het de beste knokker ooit gaat worden. Echt, echt zo. Oh, yo. Maar dan was dit het. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!